Een sappig stukje griet, schuim van parmezaanse kaas en gegrilde groenten. Een perfect hoofdgerechtje voor uw feestdagen. We gaan beginnen met het sausje, want het sausje moet reduceren. Dat wil zeggen dat dat van zoveel naar zo weinig moet gaan. Wat moet erin? Melk, water, parmezaanse kaas, bouillonblokjes en laurier. Dit zijn pakjes. Wat zou erin zitten? Bouillon. Parmezaanse kaas gaan we in stukjes snijden. En de korst die mag er ook bij, want die gaat eigenlijk superveel smaak geven. Dit zetten we op vuur. Nu gaan we de groenten opkuisen en dan snijden en grillen. Dank u. En groenten grillen, dan moeten ze allemaal mooi naast elkaar, niet op elkaar. Twee teentjes slook ook nog. En nu gaan we die schotels super mooi maken, maar eigenlijk vooral veel smaak geven. Peper en zout. Nu gaan we al die groentjes inborstelen met olijfolie. Oké, dan gaan we de vis oven klaarmaken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik al eens de wijn proeven. Pouilly fumé, klassiek, maar dat blijft wel lekker, hè? Op de gezondheid van alle mensen en de liefde. Alright, dan ga ik de vis kruiden met peper en zout in 3 plooien en dan gaat dat op een ingeoliede bakplaat. 2 inkepingen, heel licht, niet tot op het einde. En dan kan je die mooi opplooien. Voilà, die krijgen nog een klein aaitje olie en dan mogen die in de oven. Dan ga ik de saus checken, maar eerst een glaasje wijn voor de hubby. Oké, dat is hier fantastisch goed ingekookt. Dat ruikt heerlijk. En zoals je ziet, dat is nog een klein beetje met stukjes in zo. Maar we gaan daar een keer serieus onze mixer in steken. We gaan een mooi stukje vis. Amai, die gegrilde groenten. Mooi, hè? Het belangrijkste van allemaal, de kaassaus. Oh, de kaas! Maar het is niet echt een kaassaus, het is echt een emulsie, een mooie schuim. Voilà, lieve mensen. Een lekker stukje vis, gegrilde groenten en een heerlijke schuimige kaassaus. Het recept staat op delijze.be. En kijk volgende keer ook zeker, want dan maken we een dessertje met chocolademousse. 3 verschillende soorten, echt